Paulien is 23 jaar en heeft een energiestofwisselingsziekte, waardoor haar lichaam te weinig energie aanmaakt en zij heel snel moe wordt en vooral veel last heeft van spierpijn. Ik wist eerst ook nog niet dat het een energiestofwisselingsziekte was. Dus langzaamaan, ja, leerde ik meer over de ziekte en over de klachten en wat er eventueel kan gebeuren en zo. Ja, en dat is gewoon, ja, het is geen mooi plaatje. Die ouders en die kinderen, die hebben een tijdsperiode achter de rug van hele grote onzekerheid. Van, wat gebeurt er allemaal? Waarom stopt het lopen? Waarom stopt het praten? Waarom ontstaat er epilepsie? Waarom wordt de hartspier dikker? Niemand weet het dan. En er is niets erger dan het niet weten wat je hebt. Dus het vinden, het hebben van een diagnose geeft ook een stukje rust. Natuurlijk, als je dat op dat moment vertelt, is dat een van de meest vreselijke boodschappen die je kunt overbrengen. Met name omdat na het aangeven, meneer en mevrouw, uw kind heeft dit of dit enzymdefect, de volgende vraag altijd komt, en kunt u er dan wat aan doen, dokter? En dan is het antwoord nee. Nicky is 12 jaar, maar heeft het verstandelijk vermogen van een kind van 9 maanden. Nicky heeft een andere energiestofwisselingsziekte, waardoor hij meervoudig gehandicapt is. Het is zo'n vechter. Het is zo'n doener. Hij worstelt zich tegen het proces in. En dat geeft ook wel hoop. Tot nu toe bestaan er nog geen medicijnen tegen deze zeldzame ziekte. Maar er is hoop. De professoren Christen Zeeuw uit Rotterdam en Jan Smijtink uit Nijmegen zijn druk bezig met het vinden van medicijnen. Koningin Beatrix reikte tijdens het 50-jarig jubileumcongres namens het fonds dit jaar aan iedere onderzoeker 1,25 miljoen euro uit voor hun onderzoek. Smijtink besloot om kinderarts te worden en één met een missie. Een doorbraak te bereiken in de behandeling van die slopende ziekte. En hij zegt, met voldoende geld lukt me dat waarschijnlijk binnen 5 jaar. Als we er niet in investeren, kan het nog wel 50 jaar duren. Het is een hele bijzondere man, deze Smijtink. Om die onbekende en fatale ziekte onder de aandacht te brengen en om geld in te zamelen, organiseerde hij een popconcert voor kinderen in Nijmegen. Pop for Kids. Stichting Clinic Clowns Nederland en Stichting Energy for All organiseerden dit jaar 3 Pop for Kids concerten. Pop for Kids on Tour is een serie popconcerten speciaal voor kinderen met een ziekte of beperking. We konden maar een bepaald aantal kinderen bereiken. En omdat het zo'n mooi concept is, hebben we gezegd van, nou, we willen meer kinderen de kans geven om naar dit soort concerten te gaan. En nu doen we het 3 keer en misschien volgend jaar wel 5 keer. Het is bijna vakantie. We lopen over het strand. En we denken, ja, dit is eigenlijk misschien het beste moment om te gaan jumpen. Doen jullie mee? Komt-ie! 1, 2, 3, 4, Wat wij meemaken is dat we ten opzichte van andere ziektes en andere groepen van ziekte nauwelijks herkend worden. En dan zal iemand moeten opstaan en zeggen van jongens, kijk nou eens, dit is ongelooflijk belangrijk. To play and dance so happily for the black and the white. This summer jump will be the key. Energy for you. Wij zitten tegen grote doorbraken aan. En wij worden gelimiteerd door de financiën. Zo simpel is het. Science is money. Ja, ik ben heel gelukkig. Ja. Ja, ik merk ook dat ik door de ziekte ook gewoon heb leren genieten. Van kleine dingen, ook al is het een mooie zomerdag of zo.